de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, ook ad interim ROGB Mike Noorsalim, die heeft er gemeend om het zwijgen te breken. Hij zegt dat de aantijgingen, de vingerwijzingen, het feit dat zijn naam door het slijk wordt gehaald, dat is voor hem de reden geweest om nu aan te geven wat er zich precies heeft afgespeeld. Hij zegt, hij heeft de adviezen gehad, hij heeft juridische stukken gehad. Men heeft hem nooit aangegeven dat het hier ging om de cultuurtuin. Het is allemaal aangegeven door straatnamen en op basis daarvan heeft hij zijn handtekening geplaatst. Op de vraag waarom ook aangetrouwde namen van Noorsalim en zelf de familie Noorsalim erop voorkomt, dan zegt de gewezen minister dat het hier zou gaan om een compensatie. U hoort gewezen minister van Binnenlandse Zaken, tevens ad interim ROGB Mike Noorsalim. Ik heb geprobeerd om de afgelopen dagen heel weinig op social media te gaan en ook niks te horen en te luisteren. Maar die dingen waren niet mals, ook niet van je eigen mensen. Die het ook niet verwacht, totdat je dus hebt aangegeven wat er precies gebeurd is. Eigenlijk, om direct met de conclusie te beginnen, dan is er juridisch niets fout eraan. En waarom zeg ik dat? 1 juli is mij gevraagd geworden om over te nemen van ROGB, omdat de gewezen minister toen met verlof is gegaan. Pardon. Ik heb toen te kennen gegeven, ja, er wordt een beroep op me gedaan als minister, ik doe het graag. Ik ben niet alleen ad interim van volksgezondheid, maar ik ben ad interim van handel en industrie geweest. Dus het vervangen van een minister is mij niet onbekend. En meestal worden er afspraken gemaakt, wat ga je dan afhandelen in de tijd van absentie van de minister. Mij is te kennen gegeven dat ik alle lopende zaken dus afhandel, met name de lopende zaken die te maken hebben met de verschillende projecten, zij verkavelingsprojecten, waarbij mensen vanuit de beleidsvisie van de regering toen zoveel als mogelijk een stukje terrein konden krijgen om hun eigen huis te bouwen. Los van het beleid om mensen huizen te geven, niet geven, maar dat ze konden kopen. Dus dat past gewoon binnen als regering. De staat heeft toen, voor mijn aantreden, de regering, lees het ministerie, is onder andere gestart met het project van Kuhl. Het project waarbij ruim 70 mensen een bouwkavel zouden krijgen. Als u kijkt naar de documentatie die daar ligt, ik haal een paar data aan, dan is er een figuratieve kaart gemaakt van het gebied daterende van 28 augustus 2019. Dus zaken waren al in de pipeline. Uiteraard zijn er, is het verfijnd geworden, maar vanaf 2019 augustus. We zien dit rapportage daterende van 17 maart 2020. U mag zelf even inkijken om te vergewissen dat wat ik lees de juiste informatie is. Het gebied wordt aangegeven en er wordt gezegd: 1. Het perceelland is bebost. De locatie wordt aangegeven en een aantal zaken worden opgezond. Wat de situering ervan is. Domeinkantoor is het te leggen in blad 7 van leggerafdeling domeinkantoor. Zonder enige informatie. Zie bijlage 3. Dus er zijn nog meer andere informatie. Het is niet ingetekend en niet genummerd bij GLIS. En dat zegt het belangrijkste, derhalve vrij domein. Dus we praten over onder andere een project wat ik kreeg. Nadat al die stappen hier zijn doorlopen, kreeg ik vanuit de directie, nadat ik heb begrepen dat we de projecten moeten afhandelen, onder andere dat project Kuhl, waar alles juridisch in orde is. Je moet het zien, als het vrij domein is, dan mag de staat het uitgeven.
En iemand moet het tekenen. Dat is een minister. Het kan minister Noor Salim zijn, maar het kan ook even goed meneer Beskop of wie dan zijn wie daar de scepter zou zaaien. Ik heb me dus heel omstandig laten informeren. De directeur heeft me alle informatie gegeven. Ik heb ook technische mensen gevraagd. Ik heb ook juristen gevraagd. En alles blijkt nog steeds juridisch correct te zijn. En dan heb ik getekend. Ik kan niet 5 jaar zijn een minister van Binnenlandse Zaken die steeds heb gekeken naar wetten, staatsbesluiten, resoluties. En ik zou daar niet naar kijken. 2 weken kan ik beleidsmatig heel weinig doen. 2 weken kan ik niet eens het ministerie doorlichten. Dus wat blijft over om te doen? De lopende zaken. En dan ben je wel afhankelijk van alle informatie die je krijgt. En dan zal je moeten bogen, vertrouwen op de deskundigheid van de mensen die daar bezig zijn geweest. Let wel, het is geen project binnen 2 weken geïnitieerd is. Laat dat helder en duidelijk zijn. Het is goed voorbereid. Alle adviezen. Adviezen, gesprekken met de directeur, gesprekken met de technische mensen, gesprekken met de juristen. Ik moet toegeven dat ik me niet heb verdiept in L-decreten. Iedereen die de wetten kennen, maar ik heb geen tijd gehad om dat te doen. Dus ik heb me omstandig laten informeren. En een van de belangrijke adviezen die ik kreeg van minister, kijkt u zwart op wit. Het is vrij domein, het mag uitgegeven worden. Ondanks dat het om de cultuurtuin ging. Ja, omdat, kijk, de afgelopen periode, jaren, heeft men cultuurtuin, want cultuurtuin begint vanaf, als je kijkt naar de historie, vanaf SOC toch, naar achteren, daar waar de floor shop is en naar achteren zo, was allemaal cultuurtuin. Er wonen notabelen, er wonen heel wat mensen daar. Door de jaren heen, door regeringen, hebben het verkaveld. En omdat ik een dossier kreeg, ik moet eerlijk zijn, minogo luku pa president. Anders moet ik landmeter spelen, ik moet grondinspecteur spelen, ik moet jurist spelen. Foto's zijn er. Ik ga u straks foto's geven, dat mag u even inzoomen. Wat aangegeven wordt, het Persieland is bebos. Minister, de mijn gebruik als aanlik wang, short time. Minister, de mijn gebruik als aanlik vuil startplaats. Dus als we naar de timeline kijken, is alles goed voorbereid. En ook in de rapportage is me duidelijk uitgelegd. Zeg minister, het gaat niet om trimbaan dat PPD toestelde. Het gaat letterlijk om dat bos, Apisbusi. En het is net aan u gezegd dat het ook aan Stichting Stinapa toebehoort? Nee, we zitten al 6 dagen verder. Er is tot de dag van vandaag. Daarom heb ik rustig gewacht. Ik heb rustig gewacht. Om wachten te wie komt nu met een ander document? Samino Ben Habi. Is er een ander document dat het behoort tot Stinapa, wie dan ook? Toch? En men heeft me dat onthouden? Dan zeg ik, ik heb iets verkeerd getekend op basis van onjuiste informatie. Maar dat is niet het geval, meneer. Het niet het geval. Tot, we zijn 6 dagen verder. Heel wat organisaties, die hebben hun stem laten horen. Maar nog steeds niet een document op tafel dat het behoort tot. Niets daarvan. En ik heb dat niet gekregen in mijn dossier. Ik heb het niet gekregen in de gesprekken. Ik heb uitdrukkelijk gevraagd. Asanan of Noas, maar nee minister, het staat ook hierop. Vrij domein, dus vrij domein wat ik naar staat ben toch? Zo van de staat, vrij domein. Niemand heeft het, is de staat. En de staat heeft besloten het uit te geven. En het besluit is genomen op basis van een beleidsvisie. Toen. Als nu hoor ik heel wat geluiden van het gaat worden ingetrokken. Oh, dat is het beleid van de nieuwe regering. Nog dan. So be that. Maar we zijn 6 dagen verder, dacht ik, of langer. 5, 6 dagen. En ik heb nog steeds niets gehad en gezien. En goed, ik ga niet ervan uit dat men mij willens en wetens onjuiste informatie zou verstrekken. Ik heb het weer gezegd, ik zeg het weer nogmaals. Ik reken
Als minister reken je op de deskundigheid van ieder binnen het ministerie. Dat heb ik ook al die tijd gedaan op Binnenlandse Zaken. En dat er wordt aangegeven, minister, dat u ook het hier ook zou gaan, de mensen die het hebben gehad, familieleden van u, dan wel aangetrouwde familieleden van u? Nee, dat is heel simpel te verklaren hoor. Echt, u kunt ook het onderzoek gaan doen. Ik zit al 5 jaar en u mag zich vergewissen dat u dat ook meeneemt. Ik heb het document hier dat ik al zeker 5 jaar vecht achter een compensatie. En ik heb toen met Soerjan erover gesproken. Ik heb toen met Steven Relieveld erover gesproken. Ik heb toen met de andere minister, hoe is dit weer? ODC. Samsudin gesproken. Er is nooit werk van gemaakt. De laatste persoon die werk van heeft gemaakt was dan meneer Soerjan. Die heeft toen me gezegd, oké, minister, kabinet, laat kabinet ook accorderen en dergelijke. En dat heb ik ook toen gedaan. Maar compensatie waarvoor? Compensatie voor een stuk terrein welke zij onrechtmatig mee hebben afgenomen. Het was prime terrein, welke voor een, u weet dat ik kom uit onder andere de ondernemerswereld en een onterecht terrein, een terrein dat ze onterecht hebben genomen op basis van, ik weet niet wat voor informatie. Het gaat om een compensatie van 10 hectare. En sowieso zou Kuhl niet de plaats zijn waar men me zou compenseren. Dat moet duidelijk zijn, omdat daarom 6,3 gaat. Dus Kuhl is niet de plek. Men heeft geen, alle ministers hebben me uitgelegd, uno sape gronde, uno sape gronde, uno sape gronde. Vrij grond. Men laat het aan mij overgelaten om te gaan kijken. Als de staat mij moest compenseren, dat praat ik als Surinamer, omdat je onrechtmatig een terrein hebt genomen toen, dan moet je ook zorgen ervoor waar het is toch. En toen met Soerjan had ik dat zaakje ook voor het laatst besproken. En ik heb toen het schrijven doorgestuurd van kabinet naar hem. En er zouden enkele percelen nog vrij zijn, welke ik mocht invullen toen. En de mensen hebben het niet gehad, nog niet of wel of niet. Maar daar zou een deel, een heel little deel, klein, superklein deel van de compensatie plaatsvinden. Maar het heeft niet plaatsgevonden, nog. Dus sowieso met dit alles doe je als persoon een pas op de plaats. En ik zal met de huidige minister ook weer aan tafel moeten gaan om te kijken welk gebied vrij wordt gehouden. Maar op Kuhl zou het niet mogelijk zijn om die hele compensatie te doen. Dus is men toen aangeboden van oké, we kunnen 5 percelen van 400 of zo, heb je nog niet eens een kwart of zo. Maar ik heb dat altijd in harmonie gedaan om bilateraal en in de met de regeringsadviseur toen te praten. En dat ga ik ook doen als persoon, want ik ben ook burger van dit land. Er is ook mij onrecht gedaan als burger. En dat ga ik op een harmonieuze wijze verder met het ministerie. Begrijpt u de commotie in Noord-Salim, ja, die er nu is in die gemeenschap? Ik begrijp het. Ik begrijp het als ook, want iemand vroeg me, ja, zou u tekenen als? Nee. Als bleek uit de documentatie dat het geval was, was ik de eerste die niet had getekend. Als bleek dat er iemand anders dat terrein heeft voor die doelstelling, doeleinde, was ik ook degene die dat getekend. Want u weet, als je een stuk terrein krijgt, dan staat er ook in uw beschikking wat je in het eerste jaar moet doen, in het tweede jaar moet doen, in het derde jaar moet doen. En de rapportage van wat ik kreeg en de foto's gaven duidelijk aan dat het gaat om een bebost. Dus niets van een park waar je mooi kan lopen en niets van een of ander, hoe wordt het weer genoemd, botanische tuin. Zegt u dan met zoveel woorden, heer Noord-Salim, dat informatie voor u is achtergehouden? Nee, dat zeg ik niet. Omdat het niet blijkt uit die informatie die ik heb gehad. Kijk, als blijkt nu dat er werkelijk informatie is dat het een botanische tuin is. Want u moet het zo zien, je zit daar als minister, je krijgt heel wat dossiers, je bespreekt het, ja. En je plaatst je handtekening eronder. En we zijn 6 dagen verder, zeg ik wel. Misschien
zijn er historisch bepaalde zaken, maar het is ook niet op tafel. Vanuit deze plaats, misschien werkelijk de tijd om als regering na te gaan, waar zijn nu dan de gebieden welke we als beschermgebied of botanische tuin moeten vastleggen. En dat vastleggen. Zodat niet een regering of een minister komt en vanuit het beleid zegt, we gaan verkavelen en blijkt, je hebt dat minister in probleem. Maar dat lijkt het alsof ik een grote daad van criminaliteit heb begaan. En waarbij ik heel wat mensen hun terreinen heb afgepakt, terwijl dat niet het geval is. Wat leeft in die gemeenschap in Noord-Salem, is dat u onder druk gezet zou zijn om te tekenen, dan wel door de directeur van ROGB, dan wel misschien zelfs de president? Nee, dat is helemaal niet het geval. Ik weet niet van waar men met die informatie komt. Omdat, net wat ik zeg, wanneer wat tekent de minister? De minister tekent op basis van info. Die info moet er zwart-wit zijn. En om de tak-taki wang. Toch? Je moet ook documentatie hebben. En net wat ik weer zei, niets uit die info die ik heb gekregen bleek dat het gaat om, althans dat de bestemming dat was, dat het gaat om een botanische tuin, niets uit die informatie die ik kreeg. Dus niemand heeft me onder druk gezet. Ik bedoel, ik ben geen robot. Men is me gevraagd, wil ik overnemen? Ik kan twee antwoorden geven, ja of nee. Ik zeg ja, ik ben minister en ik dien het land altijd en ik ben bereid. En een van de dingen is in die twee weken, net wat ik zeg, diepgaand op zaken, beleidsmatig kan je niet. Je hebt gewoon geen tijd daarvoor. Het heeft me minimaal drie maanden gekost om het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in- en oudste kennis, kent te maken, noem maar op. Als ik zelf de werkwijze zou hanteren daar, dan had ik niet eens een overuur getekend van iemand of iemand zijn of haar bevordering. Toch? Dus nee, niet de president en niet de directeur, die hebben mij onder druk gezet. Nobody. Wat de gemeenschap ook ernstig dwars zit in Noord-Salem, is dat mensen tientallen jaren de mijnkantoor plat lopen, terwijl van anderen binnen een mum en een zucht stukken worden getekend. Omdat het, je moet een onderscheid maken, het zijn zaken die ook niet ik heb geleerd hoor, dat geef ik toe. En we weten dat dat speelt. Dus beleid maken op dat stuk, dat zou ik als minister niet kunnen doen in twee weken tijd. Dat weten we dat speelt. Ik ben ook slachtoffer geweest van wat u daar zegt. Maar omdat het ging om een collectieve aanvraag. Dus de projecten, en dat hebben alle regeringen gedaan. Ik wil u uitdagen. Uitdaging is niet het juiste woord. Ik wil u vragen om na te gaan vlak voor 2010, vlak voor 2005, alle collectieve aanvragen, hoe snel ze zijn gegaan. Een prerogatief van een minister van de regering, daar is er op zich niets fout aan. Omdat men een gebied in kaart brengt, men maakt een collectieve kaart, er is een staatslandmeter die erbij komt kijken, de mensen dienen hun nacho, er wordt een advies gegeven, totaal voor dat hele gebied, dus alles gebeurt collectief. Dan gebeuren die dingen snel. Anders is het wanneer je die van die individuele hebt. En wat ik ook heb geïnformeerd is, kijk, als ze een stapel daar krijgen op grondinspectie en blijkt dat je actie want pis grond, maar het heeft een overlapping, het grens op iemand anders terrein of whatever, dat men zulke problemen aan de kant schuift en verder gaat, want met de mannen wel lasting. Dus die dingen spelen. Dus je hebt één waar je zeker weet, als hij is naar vrij domein, nobody have it, toch? Hij zit. Dus je gaat sowieso iets sneller kunnen werken. En ik zeg, ik daag u uit. Ik ken gevallen van mensen die, en het is collectief, die in 2010 of 2005, ik weet niet wanneer dat maar was, ik heb die stukken gezien, in 2000, binnen 3 dagen hun dingen hebben gehad. Deze regering heeft, omdat het oud systeem dat toeliet, een heel nieuw systeem in place gebracht. Dus je hebt het oud en nieuw systeem digitaal. En dat is een proces. Je gaat zien, deze regering gaat er ook profijt van hebben. E-government is bezig geweest. Alleen omdat het meer transparantie en dergelijke te geven. Maar
dat stukje is absoluut voor dat je als regering, als overheid, collectief bezig bent. Maar begrijpt u, ik stel de vragen die leeft in die gemeenschap in Noord-Salim. Wat men ook aangeeft is dat men heeft gewacht op een bepaald moment, de dag van de inauguratie, om daar snel te ontbossen. Ik weet niet. Ik heb in ieder geval, als daar verschillende mensen hebben gehad en ze hebben hun bescheiden, dan zouden ze dat mogen. Als je nu je beschikking krijgt, nu op dit moment, kan je binnen 10 minuten hiernaast, als het jouw terrein is, mensen sturen. Dus ja, ik weet niet dat het een dag, ik zou het niet zo willen plaatsen alsof het de dag van ook weer is. Want als de stukken al heel lang geprocessed zijn, ja, ik zal het maar geen toeval noemen hoor, ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen. Ja. Maar er zal een moment moeten komen dat de mensen beter zullen zijn. Wat heb je net toegeschoven gekregen? Dat zijn de foto's welke ik toen, u mag even inzoomen erop, die behoren bij zo'n rapportage als u goed kijkt. En men heeft aangegeven het is bebos en vrij domein en het gaat om dit. En ik heb het zo gehad en ik heb het besproken. Ja, dit is het. Een rapport, een van de rapporten. Dit is de, als u kijkt, ziet u ook nog hier. Dit is ook zo'n, als u kijkt, ziet u, langs de weg. Ik zeg, minister, kijk, het gaat om dit gebied, bos, Bigibusi, niemand woont daar. Documentatie dat het niet van iemand is, blijkt, dat het van iemand is, blijkt ook niet, minister. Dit idem dito. Toch? Ik dacht dat het een auto moet zijn van grondinspectie hoor. Dus ze waren daar ter plekke. Houdt u maar ten goede. Maar dat kan heel goed zeggen dat minister Noord-Salim zijn eigen land niet kent. Nou, ik ken het. Maar als minister zit je daar om te tekenen als het om een juridisch ding gaat. Let wel, juridisch. En er zijn adviezen gebaseerd op het juridische wat ik moet tekenen. Kijk, een beschikking. Het is een beschikking, personeelsbeschikking of ja, een beschikking in dit geval. Is toch een juridisch stuk. Het is een wet van het vierde niveau of zo. Een minister die tekent een beschikking. En waarnaar kijk je? Naar de juridische aspecten. En een van de juridische aspecten in dit geheel was, is dat land nou vrij of niet? Wat is de status ervan? Wie heeft het? En wanneer die informatie naar mij komt, dan praten we niet meer over ik ken het land niet of zo. We praten wat wordt me voorgeschoven dat ik moet tekenen. Ik moet een beschikking tekenen, collectief voor zoveel mensen. Dat is het. En is Mike Noord-Salim, nu de gewezen minister, bereid zijn verontschuldiging dan aan te bieden aan de gemeenschap? Indien ik iets fout heb gedaan. Indien blijkt uit onderzoek dat op basis van informatie, als die informatie blijkt niet correct te zijn, juridisch noem maar op, dan zal ik wel de eerste zijn van hey, ik heb iets teken dat niet goed was, maar tot vandaag, woensdag, is dat niet het geval. Ik heb ook niet vanuit het ministerie gehoord van hey, gewezen minister, komt u even langs, u heeft wel iets getekend en blijkt dat het niet correct is, noem maar op, noem maar op. Ik heb een juridisch stuk getekend en daar haap ik er niks aan. Op dat stuk kan ik niet zeggen dat ik iets fout gedaan heb, toch? Als het zo was dat er documentatie nu komt, en alle documentatie blijken van minister, die teken was dan verkeerd, ik kwam fout, dan sowieso bied ik aan die totale gemeenschap mee verontschuldigingen. Maar op dit moment, meneer, is dat niet het geval. Ja toch? Ik zal ook altijd degene zijn die zal pleiten ervoor om, indien we als land, als regering, als samenleving gebieden in kaart brengen, dat ook wordt vastgelegd. Want cultuurtuinlaan of cultuurtuin,
net wat ik herhaal het, is echt de afgelopen periode. Neemt uw camera, rijdt u naar daar. Informeert u vanaf waar cultuurtuin begon. En filmt u en kijkt u wat er daar nu staat.